Ik rij al 10 jaar onder invloed naar huis van festival. Uiteindelijk denk ik dat ik zelf de verkeerde vriend ben geworden. Ja, ja. Jij bent die verkeerde vriend? Ik denk het wel, ja. Als jij iemand kent die daardoor is overleden en ik deel daar vrij over. Ik ben mijn neefje ook zo verloren. Mm. Dat een goede vriend van hem, dat raakt mij nu ook. Ja. Dat een goede vriend van hem toch ook 's nachts in de auto stapte. Mm. Met drank op. Ja. Bijna thuis waren en toch nog een boom raken. Fuck Brian, ik ben echt wel... Wat ben je aan het doen? Ja, ik ben zo destructief. Wat ben je een domme lul? Door gewoon feesten, niet op deze wereld zijn en telkens onder invloed zijn. Ja, ik heb 1 ding geleerd de afgelopen 3 jaar tijdens mijn transformatieproces. En dat is telkens naar binnen gaan. Ja, misschien had je wel gepakt moeten worden. Ik heb daar zoveel schaamte over gevoeld. Leuk dat je kijkt en of luistert naar Vibestalk. We hopen je met deze show te kunnen inspireren. Wellicht iets bewuster te kunnen maken. En vooral een positief oplaadstation te zijn in deze bijzondere tijd. Vind jij het nou te gek wat wij doen? Steun dan onze stichting. Klein, groot, maakt niet uit. Maar dan kunnen we samen met jou bouwen aan een mooiere wereld. En vergeet natuurlijk niet deze video te liken, te abonneren op ons kanaal. En deel deze video met zoveel mogelijk mensen. En voor alle andere informatie ga naar onze website www.univibes.nl. En dan ga ik naar mijn bijzondere gast, een jonge man, Brian van Leeuwen. En ik heb hier zijn boek in handen. Zijn titel is: Het had zomaar anders kunnen aflopen. Een verhaal over jezelf compleet kwijtraken in drank, drugs, relaties en festivals. Met als gevolg ontwaking, en daar gaan we het over hebben. Welkom Brian in de show. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent, man. Fantastisch. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Graag gedaan. Hoe is het met je? Goed. Ja? Ja, de hele dag ga ik echt al door allerlei processen heen. Het is echt fantastisch wat ik vandaag heb gevoeld. Ik voelde zoveel liefde. Ik zat in de auto hier naartoe gewoon echt met, ik voel het nu heel opkomen, gewoon met tranen in mijn gezicht. En omdat ik dacht, oké, wat wil ik dan vanavond geven? Wat wil ik de mensen meegeven thuis? En ik dacht, het allermooiste cadeau, denk wat we mensen kunnen geven, is dat ze zichzelf kunnen zijn. Mooi. Toen voelde ik zoveel dankbaarheid opkomen. En ook naar jou, wat je doet en met je pad. En wat je hier aan het neerzetten bent, je team. Alle mensen die hier op de bank hebben gezeten, de mensen die het mogelijk hebben gemaakt dat ik hier vanavond kan zitten ook. Waarom Robert, waar we het straks waarschijnlijk ook al even over gaan hebben. Zeker. Ja, het is echt zo'n reis de afgelopen 3 jaar voor mij geweest. En dit voelt echt als mijn coming out. Ik ga in het licht staan dat je hier ben ik nu. Ja, wat een gek man. Ja. Wat gaaf. En ben ik blij ook om dat te horen. En ja, we hebben ook heel veel raakvlakken in dat opzicht. Ook wat voor reis we inderdaad aan het bewandelen zijn, ja. Brian. Dat is ongelooflijk, hè? Ja, ik vind het fantastisch. Als je ziet, zeg maar, ook hoeveel donker er in de wereld is. En als je dan in je licht gaat staan en hoeveel shit je dan ook op je af kan krijgen. Mm-hmm. Maar het is zo mooi om dan gewoon in je licht te durven blijven staan. Vergeet niet, daar is echt wel moed voor nodig. Ik herken hem. Ja. En ik vind dat soms ook nog wel eens spannend. Hoe ga jij daar dan mee om? Je missie uit te dragen, om helemaal jezelf te zijn, maar dan toch ook bijvoorbeeld met tegenwerking te maken krijgen, met oordelen en dat soort dingen. Ja, ik heb 1 ding geleerd de afgelopen 3 jaar tijdens mijn transformatieproces. En dat is telkens naar binnen gaan. Mm-hmm. Want alles wat er in de buitenwereld gebeurt, is een weerspiegeling van onze binnenwereld. Dus als ik getriggerd word, en dat gebeurt nog wel eens, dan ga ik altijd eerst naar binnen van oké, wat gebeurt er met mij als ik haatreacties krijg? En dat gebeurt ook nog wel eens. Vanwege mijn verhaal heb ik ook wel doodswensen al gekregen. Wauw. Ja, en dan, waarom? Ja, omdat ik onder invloed van GHB op de auto ben ingestapt. Maar ja, als jij iemand kent die daardoor is overleden en ik deel daar vrij over, dan snap ik heel goed dat dat een reactie oproep. Precies, ja. En ik ga dan gelijk naar binnen van oké, weet je wat? Wat gebeurt er nu eigenlijk met mij? Wat gebeurt er eigenlijk met de ander? En hoe kan ik in liefde blijven?
Mooi. Ja. Goeie om eigenlijk aan iedereen mee te geven die zo in de polarisatie zit. Ik herken hem ook, hoor. Ik word ook regelmatig getriggerd. En ik ben ook wel in het verleden wel... Bam, oh, ja, dat raakt mij en dan meteen... Hoe ben je daarmee omgegaan? Nou, ik moet wel zeggen, de laatste jaren en zeker in het begin... En toen ik me natuurlijk uitsprak ook en me heel erg zorgen maakte. En weet je, altijd vanuit de pure intenties dat gedaan heb. Maar dan ook dus enorm veel shit over je heen krijgt. En dan niet een beetje van een paar mensen om je heen, maar gewoon vol pagina's van kranten. Ja. En dat en gecanceld worden van programma's. En dat is ook wel pijnlijk. Maar dan, ja, dan gaan we misschien wel meteen de diepte in over mij, het proces. Maar ja, weet je, dan ga je ook in die lagen steeds meer van... Hey, wat is het van mij? En waar mag ik naar gaan kijken? En ja, dat is ook een reis op zich. En dat je dus ook steeds meer dieper in jezelf gaat. En dus daardoor ook steeds meer naar jezelf... Mm-hmm. Ook weer steeds dichter bij mezelf kom. Ja. En dat vind ik ook zo'n mooi raakvlak. En eigenlijk wil ik nog niet helemaal daar nu al op ingaan. Maar wel kort dat ik ook steeds meer voel... dat al die lagen er wat afgaan. Mm-hmm. Waardoor je er steeds meer dichter bij jezelf komt. Ja. En dat is denk ik het allermooiste proces wat je... Waar heel veel mensen nu doorheen mogen gaan, natuurlijk. Ja, helemaal mee eens. Ja. Het is zo mooi hoe meer laagjes eraf gaan. Die conditioneringen, die programmeringen. Al die overtuigingen die we meekrijgen vanuit opvoeding. Vanuit het systeem waarin we leven. Als je die durft aan te kijken en je komt steeds meer thuis bij hetzelfde. Dan komt er zoveel energie vrij. Zoveel licht komt er vrij. En ik geloof echt dat het in deze tijd is... waarin we nu leven, dat het tijd is om in ons licht te gaan staan. Mooi. Dat dat ook echt van ons gevraagd wordt. Dat denk ik ook. En dat is inderdaad, ik vind het wel mooi dat je het zegt... er is ook wel moed voor nodig. Hè? Zeker, ja. Want dan kom je natuurlijk ook met andere dingen te maken. Voordat we straks echt over jouw verhaal gaan hebben... want je hebt beste pittige jaren achter de rug. Dat is misschien een understatement, weet je wel. Maar ook even over jou als kind. Hoe was jij als kind? Was jij ook altijd al of anders? Of voelde je anders? Of hoe was jij? Ik voelde me wel altijd anders. Ik had altijd het gevoel dat ik alleen was. Ik ben ook enigskind. Nou, eigenlijk niet, maar daar komen we straks denk ik wel op. Ik voelde me altijd eenzaam. Ik kon niet goed met mensen verbinden. In de klas vond ik het eng om te spreken. Op de middelbare school... werd dat al heel snel dat ik echt gewoon baldadig gedrag ging tonen... omdat ik zo onzeker was. Maar ik dacht, ja, weet je, als iedereen ziet dat ik onzeker ben... dan pakken ze me zo sowieso. Dus ik ga me groot maken, ik ga stoer doen, ik ga leraren uitschelden. Ik werd echt een rotjong op dat gebied. En in die tijd kwam ik ook al heel snel in aanraking met alcohol en met blowen... en later ook met drugs. Puur om de eenzaamheid die ik voelde van binnen, om dat weg te stoppen. Ja. Waar kwam die eenzaamheid vandaan? Uiteindelijk, de afgelopen 3 jaar in mijn transformatieproces... waaronder een sessie bij Maarten Overzier. Daar heb ik ook van mogen leren, die ook op de bank heb gezeten. Ja. Echt een prachtige leermeester. Ja, eindbaas. Ja, zeker. Daar ben ik erachter gekomen dat ik van oorsprong een tweeling ben. En ik wist dat niet. En ik zag dat in de sessie... En ik ben het later gaan checken, ook bij mijn ouders, van joh, klopt dat? En in eerste instantie was het nee. Toen dacht ik, ja, maar dat klopt iets niet. Ik heb het gevoeld, ik heb het gezien en ik heb het ervaren. En toen kwam dus het hele verhaal van weet je, na 3 maanden dachten we dat we een miskraam hadden. Verloor bloed. Maar wat er in dat moment gebeurde, is dat ik mijn tweelingbroer, ik weet dat het een tweelingbroer is inmiddels, daar verloor. En kan je misschien wel voorstellen, als je zo in de baarmoeder zit met z'n tweeën... dus je bent daar samen als één en na 3 maanden gebeurt dit. Mm-hmm. En je blijft hier alleen over. En dan heb je al te maken met bindingsangst, verlatingsangst. Traumatische ervaringen komen er omhoog. Je bent zo bang om met iemand samen te zijn. Want op het moment dat je met iemand samen bent... in jouw beleving kan alleen maar dit gebeuren. Dus blijf je weer alleen. Nee. Dus even voor mij, dus jij zegt dus eigenlijk dus vanaf dat proces, in dat proces, daar zijn al heel veel dingen dus eigenlijk ontstaan. Ja, in de baarmoeder al. Ja, en je krijgt als kind alles mee wat papa en mama meekrijgen. Dat is echt zo bijzonder. Ja. Dus als mama haar hele leven
met stress heeft gelopen en ook nog eens met de zwangerschap, ja, dan kan je donderop zeggen dat jij als baby en als kind later ook te maken krijgt met stress. Heeft papa afwijzing, ga je dat ook voelen. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja, dat gewoon zo doortreed. Dat soort processen, dat, ja. Dat wordt ook steeds meer, ook in de wetenschap wel ook meer bekend van, hè? Dat klopt, processen. Daar durf ik niet te veel over te zeggen, maar ik weet dat ze in de cellen kunnen zien dat het tot een aantal generaties terug te herlezen is, ja. Wauw. Ja, mooi dat dat ook via de wetenschap eruit komt. Ja, ongelooflijk. Aangezien een aantal mensen... En ook als kind zijn, ook op scholen en zo, had je daar dus ook al inderdaad op de middelbare school zijn, maar ook al op de basisscholen, had je daar ook het gevoel dat je eenzaam was? Of ook met vriendjes en vriendinnetjes was het al moeilijk? Ja, want het was wel altijd van, oké, ga maar niet met Brian spelen. Oh, echt? Ja, Brian is wel apart en ik wist me op zich wel staande te houden erin. En ik had altijd wel vrienden en het was ook nooit dat ik echt gepest werd of zo. Mm-hmm. Maar ik voelde me wel altijd een buitenstaander. Ja, en dat werd op de middelbare school ook. Daar werd ik alleen maar onzeker, want ik zag alle popiopies lopen. En ik dacht, ja, daar wil ik ook bij horen. Hè? Maar hoe ga ik dat dan doen? Ja. Dan moet ik me blijkbaar gaan aanpassen. Moet ik een masker opzetten? Moet ik me stoer ervoor gaan doen? Moet ik misschien wat middelen gaan gebruiken? Maar in ieder geval zorgen dat ik in vertrouwen ben. En dat ik een lach op mijn gezicht heb en dat iedereen denkt van oké, die gast is leuk, die is gek, daar willen we mee omgaan. Mm-hmm. En zo dacht ik mezelf, nou ja, te positioneren in het leven. En kreeg je dan ook verkeerde vrienden dan of zo? Of hoe moet ik dat... Denk ik dat ik zelf de verkeerde vriend ben geworden. Ja, jij bent die verkeerde vriend? Ik denk het wel, ja. Wauw. Ja, hoe was dat voor je ouders ook, dat die dat zagen, dat jij... Daar heb ik het later over gehad. Ik heb dat heel goed verborgen gehouden. Want als je met verslavingsgedrag te maken hebt, dan kan je liegen als de beste. Je kan manipuleren als de beste. Je kan dingen heel goed verbergen. Je kan dingen heel goed verdraaien. Dus ik heb altijd tegen mijn ouders, ik heb dat altijd verborgen weten te houden. Achteraf bleek dat ze best wel door hadden dat ik af en toe drugs gebruikte. En zei ook, mijn vader zei ook, ik ben ook jong geweest. Ik ging ook naar festivals en feestjes, dus ik weet het wel. Maar we wisten niet dat je echt zo diep zat en dat je zoveel pijn had. En in dat moment, heel eerlijk, denk ik niet dat ik het zelf ook door had. Ik had dat pas later door, pas toen ik een jaartje of 25 was. En mijn buitenomgeving het echt begon te spiegelen. En dat vriendinnen tegen me zeiden, joh Brian, als je nu niet met een psycholoog gaat praten, weet je, dan is het klaar. Weet je, dan is het uit. Dan wil ik uit elkaar. Maar ja, als iemand dan tegen mij zegt, je wil uit elkaar, en ik krijg dat tweelinggevoel weer naar binnen, dan ben ik weer bang om alleen te blijven. Dus ik dacht, nou weet je wat, dan ga ik wel hulp zoeken. En dat gebeurde voor het eerst rond mijn 25ste. En toch even naar, hoe oud was je toen je echt met drugs in aanraking kwam? Blowe 14. Wauw, ja. Ja, en harddrugs. En ook echt ook stevig? Nee, dat viel mee. Okay. Ja, een weekenden, soms op een avond, maar niet de hele dagen door. Nee. Drinken bleef gewoon altijd in het weekend. Mm-hmm. Mijn eerste keer harddrugs was toen ik 17 was. Cocaïne. Toen was ik dronken en ik liep, was kermis in het dorp. Ik kan in Roelevaarsveen, waar jullie ook het event hebben gegeven. Ja. Nou, daar wordt wel heel veel drugs gebruikt. Okay. Ik weet niet of dat nu ook zo is, maar toen de tijd in ieder geval wel. En ik liep daar dronken, dus over straat. Nou, iedereen lekker feestje daar bezig. En ik loop daar dronken over straat. En dan komt een gast naar me toe en die zegt, Brian, je ziet er echt niet uit, gast. Loop jij maar even met me mee, even het steegje in. En ik dacht nog, ik heb geen idee wat die gast met me in het steegje gaat doen. Dus het zal wel. Maar ik loop mee. En ik zie dat hij daar een wit zakje uit zijn rechterbroekzak haalt. En uit zijn linkerbroekzak sleutels. En ik had wel eens van drugs gehoord. Natuurlijk heb ik films gezien. Dus ik dacht, nou ja, het zal waarschijnlijk wel cocaïne zijn. En voordat ik het wist, zat het onder mijn neus. En was ik weer nuchter en kon ik de hele avond doorgaan. En toen dacht ik, oké, dit is chill. Dit is relaxed. Want dat betekent dat ik de hele avond kan drinken. Mm. En gewoon door kan feesten. En dat ik niet ineens om 12 uur, om 1 uur dronken naar bed moet. Maar dat ik tot 6 uur 's ochtends door kan. Maar in datzelfde moment schaamde ik me zo erg, want ik had toen een vriendengroep die nog niet naar festivals ging. En ik wist dat ze anti-drugs waren. Maar ik woonde in een dorp, dus vanzelfsprekend dat de volgende dag iedereen het wist. Dus ik schaamde me en ik heb dat toen nog een tijdje tegen kunnen houden, ongeveer denk ik een half jaar. Toen verloor ik die vriendengroep.
Omdat ze erachter kwamen? Nee, door alcoholgebruik. En dat ik achter de rug op van mijn maten met hun vriendinnen ging flirten en kloten. Dat was mijn nare eigenschap als ik dronken werd. Ik werd niet een lievertje. En in dat moment verloor ik een vriendengroep. Tegelijkertijd ook mijn relatie. Want die dame kwam er ook achter. En toen in dat moment kwam ik met een andere vriendengroep in aanraking. Die naar festivals ging. Toen was ik eind 17. En ja, daar gebeurde het op die festivals. Dus eigenlijk kreeg jij een andere foute vriendengroep? Kan ik het zo een beetje zeggen? Of? Ja, ik denk niet zozeer. Want die jongens waren toen de tijd ook gewoon bezig met lol maken. Mm-hmm. Je bent niet bezig met... Je hebt geen kwade wil of zoiets. Nee. Je wil gewoon feesten, je wil loskomen. En je wil niet bezig zijn met de dagelijkse sleur van het leven. Was het dan... Dat hebben wij natuurlijk allemaal. En ik vind een feestje nog steeds hartstikke leuk. Maar zeker als je jong bent, wil je lekker inderdaad het leven ontdekken. Maar was het dan voor jou meer een vlucht of zo ook? Dan echt richting die drugs of zo? Ja, nogmaals, ik had dat in het begin zeker niet door. Ik had dat later pas door. Maar ik merkte wel heel goed dat ik last had van jaloezie, onzekerheid, verdriet en pijn. Dat wist ik wel. En wanneer ik alcohol dronk, drugs gebruikte, dan gebeurde dat niet. Mm-hmm. Bijvoorbeeld mijn eerste pilletje, dat was op Decibel Outdoor, een hardstyle festival. Ik was net 18 en ik wist dat daar drugs werd gebruikt. En ik had zoiets van, weet je wat, laat ik het gewoon proberen. En ik kwam aan op dat festival. Duizenden mensen en ik ben super sensitief. Dus ik begon al te trillen. Ik denk, oké, hoe ga ik hiermee om? En ik zag mijn vrienden de eerste pillen gebruiken en die... Nou, glimlach op hun gezicht, heel blij. Ik dacht, nou, het ziet er niet zo verkeerd uit. En ik nam die eerste pil en ik ga er niet om liegen. Het was echt fantastisch. Mm-hmm. En dat was ook het gevaarlijke. Want ik kwam daar in aanraking met iets wat ik normaal gesproken niet voelde. En dat was liefde. Ik kon ineens verbinden met mensen. Ik kon praten met mensen. Ik kon dansen met mensen. Ik durfde te flirten met mensen. Ik was ineens een heel open, vrolijk, blij mens. En in datzelfde moment heb ik ergens een hersenverbinding gemaakt van oké, festivals in combinatie met drugs, dat geeft mij blijkbaar liefde. Mm-hmm. Dus hier moet ik volledig voor gaan. Als je dit zo zegt, maar dan denk ik ook wel aan heel veel jongeren die wel alcohol ook nodig hebben of zo, om dus inderdaad die randjes eraf te krijgen. Zie jij dat ook zo? Ja, zeker weten. Ja. Nou, en hoe kan dat dan? Is het dan omdat wij dat laagje of zo erop hebben zitten, dat we dat moeilijk vinden om op een nuchtere manier dat dan te delen? Of wat is het? Ja, ik denk wanneer je een middel tot je neemt, dat het verdooft. Mm-hmm. Dus waar je normaal gesproken last van hebt, en of dat nou jaloezie, boosheid, angst of verdriet is, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat middel zorgt ervoor dat datgene wat je normaal gesproken... Ja, dat al verdoofd wordt en daardoor kan dat zo van je afglijden. En kan het ineens zijn dat je in andere staten van zijn komt. Kan het ook met alcohol zijn dat je natuurlijk juist extra agressief wordt. Dat kan ook. Mm-hmm. Maar met drugs merkte ik heel erg van oké, de onzekerheid wordt ineens getransformeerd naar liefde. Ja. Ja. En hoe diep ben je gegaan dan? Heel diep. Ja? Ja, heel diep. Hoe erg was het dan? Wat het drugsgebruik en dat soort dingen? Ja, uiteindelijk... bleef natuurlijk niet bij één pilletje. Ik vertelde mezelf, joh, ik ga alleen pillen doen. En ik ga geen cocaïne doen, ik ga geen speed meer doen. Ik ga geen GHB doen, het laatste zeker al niet. Want ik zie wat er gebeurt met mensen die eindigen op de EHBO. Liggen oud te gaan, ik hoor van hele erge ongelukken. Dus dat ga ik sowieso niet doen. Maar binnen een half jaar gebruikte ik alles. Behalve GHB. En hoeveel maten dan? Echt In eerste instantie was dat dan alleen in het weekend. Maar al snel werd dat de vrijdagavond voor zaterdag. Voor de zaterdag als we een festival hadden. Daarna werd het zaterdagavond erbij. Zondagochtend soms erbij. Zondagavond bij een hele erge gevallen ook nog maandagochtend. Wow, ja. En dat heb ik tot mijn 25, 26e volgehouden. En daarna klapte een relatie uit elkaar en was voor mij echt het hek van de dam. Begon ik met GHB gebruik. En vanaf dat moment werd het soms wel 6-7 dagen achter elkaar. Zo. En dan weer 6-7 dagen helemaal focus op persoonlijke ontwikkeling en mindset en wet van aantrekking. En dan had ik 6-7 dagen daar mezelf weer helemaal voor gegeven.
En dacht ik, oké, nu is het, er kwam een stemmetje in mijn hoofd. Die zei, Brian, nu is het wel weer tijd om even te ontspannen. Bel de dealer maar. En toen was ik een dag, nou ja, een halve dag, met mezelf, met mijn stemmen in gesprek van, oké, ik ga het niet doen. Ik ga geen drank gebruiken. Ik ga geen drugs gebruiken. Ik ga de dealer niet gebruiken. Maar ja, als dat stemmetje zo sterk aanwezig is en je voelt zoveel onrust in je van, ik moet bewegen, zeg maar. Ik moet iets doen nu. Ja, ik verloor die strijd elke keer. Ja. Maar je zei toen wel dat je dus ook al op het vlak was van persoonlijke ontwikkeling. Ja. Dat is dus best wel. Want je, dus ergens was er wel al iets in jou of zo. Ja, ja, ja. Die zei van, hey, dit gaat niet goed of hoe moet ik het zien? Dat klopt, want naarmate ik ouder werd, dan heb je het ongeveer over dat ik rond 25 was. Ik ben nu 31. Toen stuurde mij een van mijn vriendinnen, die stuurde me naar een psycholoog. Want die zei, Brian, als jij zo doorgaat, dan ben ik weg. En ik dacht, shit, dat wil ik niet. Dus weet je wat, ik ga met schaamrood op mijn kaken, ga ik naar een psycholoog toe. En bij die psycholoog leerde ik voor het eerst van, oké, hoe zit mijn gedrag in elkaar? Hoe word ik een beter mens voor de buitenwereld? Kan je afvragen, waarom moet ik een beter mens worden voor de buitenwereld en niet voor mezelf? Hmm. Maar ik leerde daar dus echt met mijn gedrag om te gaan. En dat, ja, wakkerde wel een soort van interesse aan van, oké, hoe zit ik in elkaar? En ik ging boeken over psychologie lezen. Ik ging boeken over mindset lezen. Ik ging boeken over sport en voeding lezen. Ineens kwam het boek The Secret op mijn pad. Mm-hmm. Het gaat over de wet van aantrekking, wat ineens zo onder mijn neus werd geschoven. Dus langzamerhand was ik wel een beetje aan het focussen, zeg maar, oké, wat gebeurt er? Want was dat dan toch dat stemmetje misschien ook in jou die dat dus wel ook al triggerde, als in, hey, dit is een beter pad, Brian, om te gaan volgen? Ja, ja, je kan het echt zien als een duiveltje op je schouder en als een engeltje op je schouder. Maar het duiveltje won gewoon heel vaak, ja. Ja. Wauw. Ja. Hey, en toen, wat gebeurde er toen dat je toch op een moment kwam van, oké, dit moet anders, het roer moet ja. Ja, ik zei al, ik heb heel lang volgehouden om geen GHB te gebruiken. Ja. Uiteindelijk heb ik me laten verleiden, of heb ik mezelf laten verleiden, om dat toch te doen. Omdat een vriendin toen de tijd zei, Brian, het is niet zo erg. En ik was in een stadium van, weet je wat, fuck het allemaal. Ik heb toch niks meer te verliezen. Ik ga het daar was je was echt op dat punt van, ik heb niks te verliezen. Ja. En, ja. Dat, ja, is best wel heftig als je 50 bent en je hebt zoiets van. Zeker. En je kan je dan inderdaad afvragen, waar komt dat dan vandaan? Maar ik had echt het gevoel van, ik heb niks meer te verliezen. Dit is mijn leven en ik wil niet meer door de week naar werk. Ik wil niet meer naar school. Ik wil gewoon feesten, niet op deze wereld zijn en telkens onder invloed zijn. Mm-hmm. En uit ervaring was wel gebleken dat ik niet echt maat kon houden met drugs. Dus ik gebruikte altijd te veel. Maar ja, als je te veel pillen gebruikt of te veel coke of wat dan ook, krijg je, ja, krijg je het aan je hart. Klinkt niet zo heel erg als ik het zo zeg, maar het is super intens natuurlijk. Maar als je dat met GHB doet, GHB gaat per milliliters. Dus neem 1 milliliter te veel en wat er gebeurt is, je valt om. Komt gewoon in een coma terecht. Wauw. Ik heb helemaal geen verstand voor, dus ik vind het heel interessant. Gewoon ja, even geen aanrader om te doen hoor, Tim. Nee, snap ik. Maar ik ging dus GHB gebruiken en dat gebeurde. Ik ging te snel achter elkaar gebruiken. Ik ging te veel gebruiken. En waar ik op mijn 18e gast op de EHBO zag liggen en dacht van, joh, dat ga ik nooit zijn. Want ik ineens die gast die op de EHBO lag. En dat gebeurde heel vaak. Dus ik ging vrienden kwijtraken. Mensen gingen bij me weg. Op een gegeven moment dacht ik, joh, Brian, dit gaat gewoon echt niet meer goed met je en met je gedrag. En toen, want daar wil je denk ik ook naartoe werken, met je vraag van, joh, wanneer kwam dan een soort van kantelpunt daarin? Mm-hmm. Dat was op mijn 28e. Dat is niet eens zo lang geleden. Nee, dat was de zomer van 2019. Een half jaar voor mijn wakker worden. Mm-hmm. En ik had een date met een dame. Ik woonde toen de tijd in Breda. En we hadden het geweldig idee om GHB te gebruiken, in de auto te stappen en naar de Galdense Meren te gaan. Dat is een meertje bij Breda. Het was heerlijk warm die dag. En wij namen thuis wat GHB en dat was prima. En ik dacht, weet je, ik rij wel. Ik doe het al 10 jaar. Ik rij al 10 jaar onder invloed naar huis van festivals. En het is schrikwekkend hoeveel mensen dat doen. Echt, hè? Ja. Wow. En dat de politie daar ook niet staat te controleren, zeg maar.
Bizar hoeveel mensen ik onder invloed naar huis heb zien rijden met zulke grote ogen en kaken die nog heen en weer gaan. Hoe dan? Ja, ik vind het ook bizar, maar vroeger had je nog geen drugstesten. Tegenwoordig heb je wel drugstesten, maar het is gewoon dat is zo raar dat beleid. Want iedereen weet, als je naar een festival gaat, dat de drugs bij je ballen wordt gestopt, of in je joni, of bij je borsten, of onder je voeten. Maar ja, ze tolereren het gewoon. Ja, en soms pikken ze wel, steeksproefgewijs, wat mensen eruit. Maar over het algemeen kan iedereen gewoon doorlopen en kan die gewoon de hele dag drugs gebruiken. En dus ik dacht die dag, ja, het is eigenlijk lachwekkend dat het zo gebeurt. Hè? Maar, ja. Nou ja, vooral het is natuurlijk ontzettend kwalijk en eng dat je dan gewoon in een auto kan stappen en wat je allemaal kan veroorzaken. Natuurlijk. Ja, zeker. Ik zag laatst, een aantal maanden geleden, zag ik een gast in een auto zitten met een ballon in zijn mond. Ja. En die was gewoon lachgas aan het doen tijdens het rijden. En toen dacht ik, maar lachgas, je valt gewoon dit om. Misschien is dat echt niet heel slim om dat tijdens het rijden te doen. En toen dacht ik, ja, ik heb het zelf ook vaak genoeg gedaan. En met GHB op achter het auto, in, ja, achter het stuur stappen, is echt niet heel nice, zeg maar. Nee. Maar wonder boven wonder kwamen we gewoon op dat strandje aan. En op dat strandje gebruikten we meer GHB. Er kwam ook ketamine in het spel. Nou, die twee bij elkaar zorgden sowieso voor dat je gegarandeerd omvalt. Dus dat gebeurde ook terwijl ik daar met een date was. Ja, het is eigenlijk gewoon lachwekkend weer als ik eraan terugdenk. Oh shit, ja. En ik, een van de eigenschappen van GHB is, als je wanneer je te veel neemt, val je gewoon weg. En je bent gewoon 3 uur weg. 2 uur, 3 uur. Er is niemand die je wakker kan krijgen. Dus dat zorgt ervoor dat je gewoon je roes uit moet slapen. Het is daarom dat het ook wel de rape drug wordt genoemd. Dat het bij dames in een drinken wordt gedaan, want je valt om. Zo, en je bent gewoon weg. Je bent echt weg. Helemaal oud. Later in regressiesessies ook gezien dat ik echt wel voor de hemelpoort een aantal keren heb gestaan. Dat was echt bizar. Zo dichtbij was je? Ja, dat ik teruggestuurd werd van, joh, je gast, je hebt echt nog dingen te doen. Maar zo heftig. Je speelt echt met de dood. En op het moment heb ik niet door, want je bent gewoon weg. Maar na 3 uur kom ik dus weer bij en helemaal verward natuurlijk. Want je bent 3 uur weg geweest en kijk omheen en denk, waar de fuck ben ik dan? Oké, op het strand, die dame is er nog. Ik zie dat mensen naar huis aan het rijden zijn of naar huis aan het lopen zijn. Want ik denk, het is ergens rond etenstijd. En toen dacht ik, shit, rond etenstijd. Ik moet een barbecue organiseren, dus ik moet nu in de auto stappen. Maar ik was echt nog helemaal niet helder. Dus ik loop naar de auto toe en die dame zegt nog tegen mij, Brian, als jij niet kan rijden, wachten we even. En ik zei, arrogant dat ik was, ik kan rijden, ik doe dit al 10 jaar. Dus ik stap achter het stuur en het is zwart. En het eerste wat ik hoor is een keiharde knal. En ik kom bij, gelijk vol adrenaline natuurlijk. En ik zie dat ik aan het autorijden ben. En ik zet mijn auto langs de kant. Ik was op een bosweggetje. En ik zie dat mijn auto aan de rechterkant in elkaar zit, de voorkant. Ik dacht, shit, dat heb ik geraakt dan. Toen zag ik een auto langs de weg staan die ik geraakt had. Stilstaande auto. En ik kon alleen maar denken, ik moet weg hier. Want ik ben niet nuchter. Ik heb een halve liter GHB in de auto staan. En als ik ga aanbellen bij die mensen, gaan ze waarschijnlijk politie erbij halen. Want ik ben niet nuchter, vinden ze me drugs, kom ik in de gevangenis. Ben ik mijn rijbewijs kwijt. Ik denk, dat gaat me niet gebeuren. Dus ik stap in de auto, ik rijd verder. En in plaats van dat ik hem 100 meter verder zet, ben ik blijkbaar helemaal naar de andere kant van Breda gereden. Ik heb later nog gekeken wat de afstand moet zijn geweest. En dat is zeker 10 of 15 minuten rijden. Het is helemaal zwart, maar ik kom op de snelweg uit. Totaal uit de richting van waar ik moet zijn. En op het moment dat ik weer wakker word, zie ik dat ik volledig, een volle snelheid, ik kan het zo herinneren omdat het slow motion is gegaan, richting de vangrail ga. En op het moment dat ik bijna bij de vangrail ben, word ik dus een soort van wakker. Ik trek mijn stuur naar rechts en ik zet de auto op de rechte rijbaan. Totaal weer vol met adrenaline. En binnen 1 minuut kijk ik in mijn achteruitkijkspiegel. Stop. Politie. Ja, ik
heb echt een engeltje op mijn schouder daar gehad. Dat zo, zo voelt het altijd. Maar ja, ik had natuurlijk politie achter me rijden. En ik dacht, shit, ik heb drugs in de auto. Ik ben niet nuchter, daar ga ik. En ja, het eerste, we gaan in een soort van paniekmodus. Dus je gaat denken, hoe kan ik hier uitkomen? Dus dat dacht ik ook, hoe kan ik hier uitkomen? Dus ik achter de politie aan, auto stilgezet. Meneer de agent, hoe heb je drugs gebruikt? Ik zei, nee. Wat is er dan? Ja, ik ben moe. Zo'n slap excuus. En ik weet zeker dat meneer agent doorhad dat ik aan het liegen was. Zij de auto doorzoeken. Gewoon omdat we verdacht gedrag hadden. Ze heeft, mevrouw de agent heeft mijn fles GHB in haar handen gehad. Maar het zat in een waterflesje. Dus waarschijnlijk gedacht dat het water was en heeft het teruggelegd. Tweede engeltje op mijn schouder, denk ik. Want als ze dat hadden gevonden, had ik zeker een week vastgezeten met die hoeveelheid. Misschien wat langer. Toen mocht ik mee naar het bureau. En ik zat achter in de politieauto. Ik moest mijn date dus bij de auto achterlaten, want die zat naast me. Die moest opgepikt worden uiteindelijk door mijn huisgenoot. Ik achter in de politieauto met mijn telefoon, wat ik ook raar vond. Dus ik kon opzoeken wat mijn mogelijkheden waren. En ik kwam er wel achter, ik heb geen mogelijkheid. Ik kom hier niet onderuit. Ik kan weigeren om een bloedtest te doen. Maar als ik, ja, dan moet ik voorkomen. En nou ja, uit alle verhalen en de ervaring nu, dat komt sowieso naar voren dat ik schuldig ben. Dus weet je wat? Ik doe die bloedtest wel. En ik heb die bloedtest gedaan. Ben naar huis gegaan. En toen ik thuis kwam, ontstond er heel veel angst. Heel veel pijn. Ik kwam met angst voor hartaanvallen thuis te zitten. Ik had paniekaanvallen. Zoveel onrust in me. En dat was voor het eerst ook dat ik realiseerde van, fuck Brian, ik ben echt wel... Wat ben je aan het doen? Ja, ik ben zo destructief. Ben je een ja. Domme lul? Dat, ja, precies. En ik ben niet alleen destructief voor mezelf, maar ook voor de buitenwereld. Want wat als er iemand op die snelweg had gereden? Nou, we net zeggen, naar die auto die je had geraakt. Ja. Zat daar niemand in? Daar zat niemand in. Zo. Voor hetzelfde geld. Ja, dat gaat in je kopie zitten. Van oké, wat als ik... Kijk, mezelf doodrijden in dat moment had echt niet zo erg geweest voor mij. Maar wel voor die dame die naast me zat. Of dat gezin wat op die snelweg reed. Ik heb daar zoveel schaamte over gevoeld. En als ik er weer over vertel, dan voel ik nog steeds de emoties in mijn lichaam. Maar ja, het is logisch ook, want het is super, super intens. Maar dat was wel toen ik dacht van, ik kan dit niet meer. Dit is echt klaar. Ja, ik ga toch zeggen, ik ben mijn neefje ook zo verloren. Mm. Dat een goede vriend van hem... Dat raakt mij nu ook. Ja. Een goede vriend van hem toch ook 's nachts in de auto stapte. Hmm. Met drank op. Ja. Bijna thuis waren en toch nog een boom raken. En hij zat aan de bijrijdersstoel. En die jongen die had gedronken, die had niks. Hmm. En mijn neefje was op slag heftig, dood. Dat moet je dan mee gaan leven. Zo, dat heb ik ook dat gezien. Dat is zo'n zware last. Is dat is dus ook wel flink door jou heen gegaan, een lange periode? Ja, een hele lange periode, ook met het schrijven. Ja, ik dacht, dit mag ik dus echt gaan vertellen. Op een gegeven moment vroeg de uitgeverij mij ook, wat is een belangrijk omslagpunt geweest? Toen dacht ik, ja, dat is dat moment. Dus weet je wat? Ook al vind ik het moeilijk, is het pijnlijk, als ik iets geleerd heb, dan is het om het als mijn eigen kracht te gaan gebruiken. En om anderen te inspireren. Te laten zien, weet je, ook al zit je zo super diep, dat het echt mogelijk is om daar weer uit te komen. Om weer terug te gaan naar het licht. Ook al leef je zo in het donker. En we hebben allemaal delen die in het donker leven. Het is altijd mogelijk om weer terug te gaan naar het licht. En om dat verhaal af te ronden, 2 maanden later, kreeg ik de uitslag van het bloedtesten. Helemaal niks. Er was niks gevonden in mijn bloed. Tot op de dag van vandaag kan ik daar heel veel verschillende conclusies aan trekken. Maar ik geloof dat mijn lichaam in dat moment zoiets heb gehad van, dit moet er heel snel uit. En GHB en ketamine, dat vind je nog binnen zoveel tijd. Moet je dat nog in je bloed terugvinden? Was niet teruggevonden.
Dus daardoor kon ik ook mijn rijbewijs houden, kreeg ik geen traject bij het CBR. En kon ik later met mijn auto naar Terra Nova rijden. Dus dat... Maar toch, ik kan me ook voorstellen dat je dat, dat toch ook voelt als iets van... ja, misschien had je wel gepakt moeten worden. Ja, had je, heb ik ook heel lang gedacht. Had je wel gewoon gestraft moeten worden, vind ik misschien een groot woord. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik had me misschien dan ook wel ook ergens schuldig gevoeld. In de zin van, ja, hoezo kom ik hiermee weg? En natuurlijk snap ik in het vervolgtraject dat je wel dat je... Hè, fantastisch, en daar gaan we het straks natuurlijk ook over hebben. Maar toch om dit stuk nog even te ontleden. Het voelt voor mij ook als een beetje een stuk van... Ja, je kwam er toch nog mee weg, of zo. Ja, dat ik ook wel denk van, nou ja, misschien had je... Dat is echt nog wel even... Het is ook echt de story van mijn lijf. Het is echt zo vaak gebeurd dat ik dingen flikte en dat ik ermee wegkwam. Alsof er altijd ergens van bovenaf gedirigeerd werd van... Oké, dit is niet de bedoeling. Weet je, laat Brian daar doorheen gaan. En ik heb echt heel veel kansen gehad. En ik geloof ook echt, als ik erop terugkijk, dat er genoeg momenten zijn geweest dat ik eruit heb kunnen stappen. En ja, zeker, ik heb me zo lang zo schuldig. Ik heb die last zo lang bij me gedragen. Ja, en dan is het wel iets anders, denk ik, omdat er niemand gewond is geraakt. Mm-hmm. Maar als er iemand gewond is geraakt, ja, ik wil niet weten hoe ik me dan had gevoeld. Nee. Snap ik. En ook was dit ook al gebeurd toen je dus al bij een psycholoog en zo was geweest? Ja. Psycholoog en psychiaters, ik heb bij allebei gelopen, heeft mij... Ja, ik wil niet zeggen dat het me niet geholpen heeft, want natuurlijk heeft het me een bepaalde richting ingeduwd. Exact, heeft hij wel... Ja, zeker weten. En ik weet ook zeker, wil ik ook altijd wel zeggen, dat er zoveel goede psychologen en psychiaters zijn die wel ook weten wat ze doen. Maar in mijn geval heeft het me niet geholpen. Want ik had te maken met verslavingsgedrag. En ik had heel veel onrust in me. En in plaats van dat ik leerde naar de onrust toe te gaan en de onrust te helen. Oké, waar komt die onrust dan eigenlijk vandaan? Want als je het hebt over verslaving, wat is verslaving eigenlijk? Verslaving is niet dat je iets verslaafd bent aan een middel. Tuurlijk kan je daar afhankelijk van worden, maar je bent verslaafd aan het wegstoppen wat eronder zit. En dan komt het middel. Maar uiteindelijk, als je verslaving hebt, zit er altijd pijn onder. En wat ik merkte bij die psycholoog en psychiater die ik bezocht, dat ik niet naar die pijn ging. Ik leerde ermee om te gaan. Je leerde om te gaan met die verslaving eigenlijk? Soort van. Ja, nou ja, om te gaan met de verslaving. Uiteindelijk kreeg ik Ritalin en oxazepam. Ja. En ik dacht... Lekker, weet je. Nou heb ik een reden om gewoon door de week ook legaal nucht of van de kaart te zijn. Ja. Want dat voor rotzooi dat allemaal is ook... Ja, want Ritalin was voor mij gewoon speed. En oxazepam zorgde ervoor dat ik kon slapen, ook na een weekend aan de pillen. Dan nam ik 1 of 2 oxazepammetjes en dan kon ik gewoon slapen. En ik kon dat gewoon op recept blijven halen en er was niemand die dat controleerde. Toen ik al 2 jaar niet bij psycholoog of psychiaters was geweest, kon ik dat nog steeds halen. Hmm. Wat zou je dan toch willen meegeven aan psycholoog en psychiaters? Als in het, dus meer echt die diepte in te gaan van waar komt dan een verslaving vandaan? Ja, precies. Ja. Wat zit daaronder? Want ik weet nu ook, ik kan alleen maar praten vanuit mijn eigen ervaring. Maar ik heb gezien wanneer je na de pijn heen gaat, als je naar de pijn toe gaat en daar heling aanbrengt, en dat kan met zoveel verschillende methodes, maakt niet zoveel uit wat voor methode er is, en je heelt die pijn, dat die bovenste laag, waarom je wil verdoven, dat verdwijnt. En natuurlijk gaat dat gelaagd en heb je verschillende pijnstukken, maar het is veel beter om echt naar de pijn toe te gaan. Er is niet een uitweg. Je kan het heel lang in de buitenwereld zoeken, in middelen, in je gedrag aanpassen, maar uiteindelijk is er maar 1 weg en dat is echt naar binnen gaan en je eigen shit aan gaan kijken. En ja, want over die eigen shit aan gaan kijken. Ja. Dus je komt uit zo'n enorme heftige proces. Ik kan me voorstellen, je voelt je schuldig, je denkt, fuck, dit moet anders. Ja. Toch? Precies. Ja, en wat gebeurde er toen? Hoe kwam je op het Terra Nova verhaal? Ja.
Ik was al bezig met de wet van aantrekking en ik was al bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik had al een meditatiecursus gedaan en ik had ergens wel altijd het gevoel van, nee, maar dit kan echt niet, dit kan niet het leven zijn, er is iets meer. Ik was al geïnteresseerd in ayahuasca, ik keek al naar Gaia.com, ik was destijds al meer aan het luisteren. Eigenlijk leefde je een beetje een soort van twee werelden. Ja, super duaal. Echt waar. Als in het eenmaal bewustzijnsvlak. Ja. En aan de andere kant was je continu bezig om dat bewustzijnsvlak helemaal te verdoven. Zeker, omdat ik gewoon met één been zo vast zat in het leven en in mijn pijn. En dat mocht eerst aangekeken worden. Maar nadat ik thuis kwam te zitten en mezelf op ging sluiten na dat bijna ongeluk en dat GHB-incident, kwam ik dus in hele diepe angsten terecht. En toen volgde ook echt de periodes van 6-7 dagen achter elkaar gebruiken. En dan weer focus op die persoonlijke ontwikkeling en meditatie. Op een gegeven moment dacht ik ook echt, ik moet hier dus uit. Maar wat ga ik dan doen? Je hebt psychologen helpen niet, psychiaters helpen niet. Ik wist helemaal niks van holistische therapie. Ik had geen idee wat er allemaal was. Dus toen dacht ik, weet je wat, misschien moet ik wel gewoon eerst gaan stoppen met drugs. Dus ga ik naar verslavingskliniek. En ik me daar aanmeldde voor een intake. En op de dag zelf durfde ik niet. Ik voelde zoveel schaamte weer, dus ik me ziek gemeld. En dan moet je dus weer 2 maanden wachten voordat je een nieuwe intake kan doen. En 1 of 2 weken later had ik dus weer een goede bui. En ik zat achter de laptop. En ik was onwijs geïnspireerd door Michael Pilarczyk en wat hij doet. En ik zag al die mensen in die zaal zitten. Ik denk, maar die mensen zijn allemaal bezig hun mooiste leven te leven. En die ruimen allemaal hun shit op. En die komen eruit. Dus ik had ergens daar mijn hoop vastgezet. Oké, als die mensen het kunnen, dan kan ik het ook. Weet niet hoe, maar ik had wel ergens een besluit gemaakt. Ik ga het anders doen. Hmm. En toen hoorde ik in een van zijn video's zeggen, als jij een levensveranderende ervaring wilt, ga naar Terra Nova Centrum. En ik dacht, geen idee. Ik heb intuïtief het gegoogeld. En ik zag een spiritueel bewustzijnscentrum in Zuid-Frankrijk. Ik dacht, nou, weet je wat? Fuck it. Ja, ik heb niks te verliezen. Dus ik ga daar gewoon naartoe. En ik heb geboekt, was notabene met carnaval. Ik dacht, misschien moet ik dat niet doen. Zelf tot een week van tevoren heb ik nog getwijfeld, zou ik het dan verplaatsen naar maart 2020. En ik ben blij dat ik het niet gedaan heb, want jij weet ook wel wat er in die tijd is gebeurd. Mm-hmm. Een week nadat ik van mijn eerste retraite afkwam, transformatieretraite bij Robert, ging de wereld op slot. Mm. Toen dacht ik, ja zo, het had zomaar anders kunnen aflopen. Wat kwam je tegen bij dat eerste retraite? Ja, sowieso veel schaamte. Ik herinner me nog dat er een andere deelnemer naar me toe kwam. En die zei, Brian, het is tijd om je masker af te zetten. Hmm. En mijn masker was glimlach op, gewoon doorgaan. Niet laten zien dat er iets is. En die is me heel erg bijgebleven. Maar misschien ook nog wel het belangrijkste, dat ik in die week voelde dat het veilig is om naar je pijn te gaan. En dat er dus wel heel veel methoden zijn die je naar je pijn kunnen brengen. En dat wanneer je dat in een groep doet, wanneer je dat doet onder de juiste begeleiding, dat zo veilig is en zo mooi ook en zo transformerend. En ik zag ook wanneer ik dat deed, dat ik me beter ging voelen. Dus er manifesteerde zich eigenlijk direct iets nieuws. Dus wanneer je naar die pijn ging? Ja. Ineens, ik gooide mijn Ritalin weg. Ik stopte met oxazepam. Ik stopte van de een op de andere dag met drugs. Ik heb daarna 1 keer nog een terugval gehad. Maar ik had gewoon zoiets van, dit is het. Wow. En ik werd in die week opengezet. Ik begon gidsen te zien, engelen te zien. Ik begon energie te voelen. Ik begon mijn eigen shit door te zien. En dat was voor mij zo als thuiskomen. En ineens voelde ik alles in mijn lijf. En ineens kon ik lachen naar mensen. Ik voelde de verbinding weer met mensen. En er werd je kreeg ook weer verbinding dus met jezelf eigenlijk. Ja, zeker weten. Ja. Ja. En alleen maar omdat ik daar de moed toonde om naar binnen te gaan en mijn eigen demonen aan te kijken. Ja, hoe was dat voor jou inderdaad? Om heel om dat dus dat confronterende stuk. Ik kan me zo voorstellen dat je daar dan bent en denkt, oké, ja, nu moet ik gewoon echt naar binnen. Ja. Terwijl je continu
25, 28 jaar lang eigenlijk daarvoor voor weg bent gevlucht. Ja, ik had dus niet een idee wat we daar gingen doen. Ik dacht, we gaan iets met meditatie doen en mijn bedrijf weer op de rit krijgen, dat soort dingen. Maar geen idee dat we met holistische manieren aan de slag gingen en dat ik met mijn eigen demonen aan de slag mocht. Ja. Ja. En ik weet nog dat ik vol oordelen daarin ging. Want toen liep er daar naar buiten en Robert stond daar klaar om iedereen een knuffel te geven. Ik denk, waar ben ik beland? Wat een hippie-eiland of zo. We moesten ook nog eens vegetarisch eten de hele week. Ik dacht, ik rij wel naar het dorp, ga ik daar wel een stuk kip halen. Ja. Maar de eerste meditatie die ik daar had, voelde me gelijk zakken. Het voelde gelijk thuiskomen. En daarna hebben we een ademsessie gedaan. Dus shamanic breathing, dus... met protocollen. Ik weet niet of jij weet wat transformatieprotocol is, maar dan roep je eigenlijk je hogere zelf, de universele intelligentie, die roep je aan om door al je lagen heen te werken. Door je fysieke, je emotionele, je mentale en je spirituele laag. En die geef je vervolgens in een hier en nu de opdracht om iets op te ruimen en het vervolgens weer te vullen met liefde. Dus die methode is van Altsel Rossiter. Combineerden we met ademwerk. En ineens met een blinde kop hoorde ik allemaal mensen om me heen brullen en loslaten en huilen en lachen. En ik dacht, oh wauw, dit is echt heel vet. Het is een of andere madhouse, gewoon goed georganiseerde chaos. Ja. Ik dacht, maar dit vind ik leuk. En toen merkte ik ook van, oh, nu komt er zelf bij mij angst omhoog en pijn omhoog. En je liet het toe. Ja, en ik heb daar in die week zo'n brul gegeven. Ik heb echt iets energetisch hier uit die buik voelen gaan. En dat was zo bevrijdend. En toen ben ik echt lichter naar huis gegaan. Hoe kwam jij thuis? Hoe reageerde je omgeving? Ik had vrienden die alleen nog maar naar festivals gingen. En ik ging dus helemaal leuk vertellen wat ik meemaakte. Ja. En die zaten we echt zo aan te kijken van... hij is gek geworden. Wat moeten we met die gast? Ja, uiteindelijk is die vriendengroep is dat ook... ben ik eruit gegaan, zeg maar. Omdat ik ook naar Zuid-Frankrijk verhuisde. En ja, ik zie het zo, zeg maar. Je hebt zelf een bepaalde trilling. En wanneer je op dezelfde trilling zit met anderen, dan is dat een match. Maar op een gegeven moment, of je een hogere of lagere trilling hebt, of in feite of de hogere of lagere is, dan is dat geen match meer. En dat gebeurde dus eigenlijk. Dus ik ging steeds meer mijn oude omgeving loslaten. En er kwamen steeds meer nieuwe mensen op mijn pad. Ja. Dus ik ging vol liefde terug naar Nederland, omdat ik in die week ook verliefd was geworden op een meisje. Achteraf was dat wel een van mijn valkuilen, want ik had weer iets waar ik liefde vandaan kon halen. Maar het gaf me wel zoveel kracht om in... het is leuk om te observeren trouwens, dat de energie nu heel veel lichter is. Hè? Nu we het over dit hebben, net over het zware. Ja, vind ik mooi om op te merken. Maar ik ging dus met zoveel liefde naar huis en dat zorgde ervoor dat ik gelijk aan de slag kon met een coach. Een transformatiecoach, ook opgeleid door Robert. En dat ik zoiets had van, dit ga ik gewoon doen. Ik had ook zoiets van, ik ga gelijk mensen helpen. Was iets te vroeg, maar dat zie je ook vaak voorbij komen. En daar heeft Robert me later ook echt wel, zeg maar, in getriggerd. Van, oké, ga nou maar eerst jezelf doen, weet je wel. En dan komt uiteindelijk wel de rest wanneer het tijd is. Want toen je besloot dus om naar de langere tijd naartoe te gaan. Ja, ja, ja. Of hoe is dat gegaan? Precies. Daar wilde ik naartoe werken. Ja. Ja, ik ging terug naar Nederland. Helemaal voor liefde. En met een nieuw avontuur. Ik denk, dat ga ik doen. Maar na 3 maanden zei die dame ineens, volgens mij was het zelfs korter, van ik wil niet meer met jou verder. Van de een op de andere dag. En toen dacht ik, shit. En toen kwam alles ineens terug. Alle pijn, alle patronen. Ik ging weer ongezond eten, drank gebruiken, drank drinken, drugs gebruiken. Een week, 8 dagen eigenlijk achter elkaar, gebruikte ik elke dag. Ik sliep slecht en ik kwam zo in donkerte terecht. En op de laatste dag was op Koningsnacht. Na 8 dagen drugsgebruik, bijna niet eten, bijna niet slapen, alleen maar roken, Candy Crush kijken, porno kijken, series kijken. Al echt alles doen om hier niet te zijn. En ik merkte dus al op in die week, omdat ik al een sprong in mijn bewustzijn had genomen, dat ik alleen maar was reizen. Ik was in shamanenrijken, in andere dimensies, maar alles behalve dat ik hier was. Maar op die 8e dag ging ik naar bed.
En ik lag in bed en het werd zo donker en koud en kil mij. En ik weet niet of je Harry Potter kent, maar dan heb je die mentoren. Mm. En het voelde echt alsof de alle liefde uit me werd gezogen. En dat bracht zo'n kil en kou en angst omhoog. Dat is ook wel leuk, dan vertel ik erover, kan ik het ook weer voelen. Mm-hmm. En ik voelde het ineens bij mijn hart. En ik dacht, shit, daar ga je, Brian. Ik krijg een hartaanval, dus ik spring in paniek, spring ik uit bed. Ik ga op de grond zitten en ik duik een soort van in elkaar. En ik kan alleen maar zeggen van, oké, ik ben liefde, ik ben liefde. Ik ben liefde, alsjeblieft, als er iets is, zeg maar, wat groter is dan mij en wat me nu kan helpen. Ik beloof echt dat ik stop en dat ik mijn leven ga veranderen. Ja, echt, dus gewoon, echt gewoon doodsangst. Ja, ja, precies. En ik beloof in dit moment dat ik mezelf op één ga zetten. Vanuit zelfliefde, niet vanuit ego. En ik, nou ja, ik heb het overleefd, zoals je ziet. Volgende dag heb ik een vriend gebeld. Die ik ook op die retraite had ontmoet. Ik ben met hem gaan wandelen. En hij zei, moet jij niet gewoon een tijdje naar Terra Nova toe? Toen ben ik een van de bewoners, oud-bewoners, een berichtje gaan sturen. Van, joh, kan dit niet? En toen zei ze, nou, ik zou eens overleggen. En twee maanden later kon ik naar Zuid-Frankrijk gaan. In eerste instantie had ik mezelf verteld, alleen voor de zomer. Want dan, ik kan mijn vrienden niet achterlaten, mijn ouders niet. Ik moet in Nederland blijven, bedrijf oprichten. Allemaal ego-dingen, zeg maar. Mm-hmm. Allemaal angst ook om mezelf daar niet helemaal naartoe te laten gaan. En toen ik daar een dag was, dacht ik, ik wil hier niet meer weg. Ik moet hier blijven. Maakt me niet uit voor hoe lange tijd. Letterlijk thuiskomen. Ja. Dus ik heb het gevraagd, mag ik hier voor onbepaalde tijd blijven? En dat mocht. En uiteindelijk ben ik daar 15 maanden gebleven. Ik opgeleid door Robert. Ik zo mijn eigen diepte, eigen shit aan kunnen kijken. Met hem mogen samenwerken. Retretes mogen begeleiden. Verschillende opleidingen gedaan. Ja, het was echt... Het was echt heel mooi, ja. Ineens zat ik in een heel ander leven. Ja, echt ongelooflijk. Ineens ook. Wauw. Maar alleen maar voor mijn gevoel, omdat ik ergens intern het besluit heb gemaakt, ik ga nu voor mezelf. Maar dan ook echt... Echt voor mezelf. Echt, maar dan ook het stukje zelfliefde. Ja, dat bedoel ik zelfliefde mee. Ja, ja. Zeker weten, ja. Hoe als je dan nu naar dat hele proces kijkt, in dat leven daarvoor, wat is dan toch die sleutel geweest? Wat heb je dan echt die 15 maanden, waar kwam je echt achter? Je dacht van, oké, ja, dit is toch die heling in jezelf, of zelfliefde, wat... Weet je, om ook om mee te geven aan al die jongeren natuurlijk die... Ja. Weet je, je leest zoveel berichten nu ook op het moment dat jongeren zo ontzettend moeilijk hebben. Heel veel depressief, heel veel, echt zwaar in de knoop. Om mee te geven aan jonge mensen. Ja, ik kwam er wel achter dat een van de thema's die ik in het leven te heel heb, is afwijzing. En ik voelde me altijd heel erg afgewezen. Ik was bang om afgewezen te worden. En die in die 15 maanden werd dat ook heel erg gespiegeld. Want ik had ineens de grote Robert Bridgman, zeg maar, voor me. En ik wilde daar gewoon door gezien worden. En ik wilde mijn eigen kracht laten zien. En ben daardoor zulke intense processen ook doorgegaan. Om telkens weer af te pellen van, oké, waar komt mijn afwijzing dan vandaan? Wat is er in mijn jeugd gebeurd? Wat is er in de baarmoeder gebeurd? Wat is er in de voorouderlijke lijnen gebeurd? Wat is er in andere levens gebeurd? En het is niet echt dat ik... Ja, een quick win of zo, maar het is echt gewoon een langzaam proces geweest van telkens laagjes afpellen. En zien van, oké, wie ben ik? Wat gebeurt er in mij? Wat kom ik hier brengen? En ik merkte gewoon op dat elke dag meditatie en bewustzijnstraining in combinatie met mijn eigen shit aankijken, dat ik daardoor telkens een nieuwe persoon werd. Dat ik steeds heler werd, dat ik steeds gemakkelijker en moeitelozer ging leven, ging manifesteren. En dat transformeerde zich op een gegeven moment ook echt van, oké, nu is het tijd om terug te gaan naar Nederland. En daar je ding te gaan doen. En wat is dan wat je dan vooral mee zou willen geven aan die jongeren die het dan nu zo moeilijk hebben? Van inderdaad die naar binnen toe? Of wat? Precies, naar binnen toe. En zet gewoon echt die eerste stap. Want kijk,
wij kunnen ook heel veel podcasts maken. En heel veel mensen inspireren. Ja. Maar uiteindelijk mag je zelf die eerste stap zetten. En als een psycholoog niet voor je werkt of een psychiater niet, kijk dan eens verder. Je koopt gewoon eens een boek waarvan je dacht van nou, misschien interesseert het me niet. Ga eens naar een workshop toe. Ga naar mannencirkels, vrouwencirkels. Er zijn zoveel dingen. Er is echt bizar veel aanbod op dit moment. Ja, mooi. Ja, het is gewoon, het is een vindtocht. Ik wil het geen zoektocht noemen, omdat je het hebt, wanneer je het hebt over manifesteren, dan blijf je zoeken. Dus ik vind vindtocht daarin veel mooier. Maar het is gewoon een reis naar binnen om telkens dichter bij jezelf weer uit te komen. En uiteindelijk, als je het daar dan over hebt, dan kom je voor mij echt uit bij het Christuslicht. Die universele liefde die we allemaal zijn. We hebben allemaal die God sparkle in ons. We zijn allemaal onderdeel van het goddelijke bewustzijn. We hebben diezelfde krachten, we hebben datzelfde licht. En als we dat toch eens, je voelt de kracht, als we dat nou eens met z'n allen zouden gaan herinneren wat we in essentie zijn, ja, dan gaan we zo een shift maken. Mooi. Ja, en ook al, dus al zit je daar nog, voel je onzeker. Als ik terugkijk op mijn verhaal, want ik heb van 0 tot 28 jaar eerst alles uitgeschreven, dan was ik al lang stappen aan het nemen. Ik zag het alleen zelf nog niet. Ik zie het soms nog steeds niet. Maar ja, als ik dan kijk naar een half jaar terug wat er allemaal gebeurt, dan denk ik, oh, wauw, het gaat echt snel. Ik ben zulke mooie stappen aan het nemen. Sommige mensen vergeten dan, weet je, als ze een paar dingen hebben uitgeprobeerd en dat werkt niet. Ja, het is verdoemd, het werkt niet, ik heb gefaald. Maar ga gewoon door, want uiteindelijk, je bent je pad al aan het bewandelen. Ja, ja. Mooi. Hoe denk jij dat het kan dat zoveel jongeren het moeilijk hebben? Ja, zo, dat is een heel uitgebreid antwoord, denk ik. Ik denk deels door opvoeding. Dus door de overtuigingen, programmeringen die we van papa en mama meekrijgen. Wat ja, en ook in scholing of zo? Ja, precies. Zeker in scholing. Ja, ja zo moeten de indoctrinatie. En ja, als je tegenwoordig ook ziet, zeg maar, wat er dan jongeren verteld wordt over dat man zijn bijvoorbeeld niet oké is en dat soort dingen. Ja, je ziet gewoon, als je het systeem bekijkt, ook op scholen, dat daar een indoctrinatievorm is. Zelfs de Rockefellers, want als het jaartal schiet me er niet op neer, maar volgens mij is dat in 1918 of 1919 geweest, dat ze het schoolsysteem hebben omgegooid om ervoor te zorgen dat leerlingen, de normale mens, als slaaf voor het systeem kan werken. Je ziet nergens op school dat ze leren wat bewustzijn is. Hoe je kan manifesteren, hoe je met je trauma's omgaat. Je leert hoe je moet rekenen, hoe je voor een baas moet werken, hoe je in het systeem moet passen. Je kijkt zelfs naar het nieuws. Weet je, en ik heb ook wel geleerd, alles is tegenwoordig marketing. Als ze iets gratis weggeven, dan is dat omdat ze iets van je willen. Ja, ze gaan niet zomaar gratis nieuws aan je geven, terwijl je overal voor moet betalen. Ja, dus ik geloof echt dat het deels is met de energie die in de wereld wordt gezet, indoctrinatie, maar ook wat we meekrijgen van onze ouders, het trauma wat we uit andere levens nog bij ons dragen, wat we in dit leven te helen hebben. Het is echt een combinatie van factoren. Maar je ziet wel, kijk, dat iedereen, zoals ik het zie, met een bepaalde missie op aarde komt. En die is voor iedereen uniek, maar uiteindelijk leidt die allemaal naar het licht. En we komen allemaal met pijn en trauma naar de aarde. Mm-hmm. En dat zijn de delen die we mogen aankijken. Ja. Ja, en dus, dus eigenlijk al die jongeren die het nu ook zo moeilijk hebben en die dus daarin ook vastlopen misschien wel in het leven. Dus echt wel aan mee te geven. Dus echt van ga naar binnen, ga kijken. Ga naar binnen, ga aan de slag en ga praten met elkaar. Want alleen al delen is gewoon helen. Zo simpel is het. Er ligt toch wel ergens nog schaamte op of zo, hè? Ja, er ligt heel veel schaamte op. Ik denk voornamelijk dat het bij mannen nog groter is. Want als je, nou, je komt uit een generatie van, oké, mannen huilen niet, mannen mogen geen emoties voelen. En er zijn heel veel gevoelige mannen, heel veel gevoelige jongetjes. En dan zie je dat je in deze maatschappij een soort van naar beneden wordt gedrukt. Dus die gaan allemaal trauma creëren, die gaan allemaal maskers opzetten. Ja. Maar als daar is toch die lading daarvan af zou kunnen gaan. Dus ik zeg ook altijd, als de lading van het woord verslaving af kan, als de lading van het woord trauma af kan, dan kan er, ja, er zit zoveel potentie daaronder, wat getransformeerd wil worden en wat het licht in wil.
als we dat toch eens met z'n allen zouden doen. Weer. Want wat ligt daarachter, Brian, als je dus daarmee aan de slag gaat? Ik herken het heel erg nu in de... Wat bedoel je dan daarachter? Nou, in het proces, laat ik het zo maar zeggen. Ik voel dus ook heel erg... ik ben ook door aardig wat processen heen aan het gaan en doorheen gegaan. Dat ik steeds meer ervaren. Dat ik denk, holy shit, ja, maar hier ligt de sleutel. Ja. Als in door die shit ingaan en die heling en dat afpellen. Mm-hmm. Want in mijn optiek, laat ik het zo zeggen, daar ligt je vrijheid en kom je steeds dichter bij die pure ik waarvoor, weet je, waar je hier voor bent, zeg maar. Ja, je geeft zelf al het antwoord op je eigen vraag. Ja, nee. Maar, daarachter ligt rust, daar ligt vrede, daar ligt liefde, daar ligt ontspanning, daar ligt vrijheid. En het mooie dus ook is, weet je, als je dus je eigen shit aangaat, wat er van binnen is, en je gaat er doorheen en je gaat jezelf van binnen anders voelen, dan wordt dat direct in de buitenwereld gespiegeld. Want de buitenwereld is gewoon een weerspiegeling van onze binnenwereld. We leven in een zo binnen, zo buiten concept. Dus het enige wat je ook hoeft te doen, is met bewustzijn kijken van, oké, hoe ziet mijn wereld er nu uit? Wat gebeurt er? Oké, dat bevalt me niet, dat bevalt me niet. Maar dat komt dan omdat dat iets zegt over wat er in mij gebeurt. Maar wat gebeurt er dan in mij? Oké, en als ik datgene wat er in de buitenwereld getoond wordt niet fijn vind, hoe kan ik dat dan transformeren? En waar is dat dan ontstaan in mij dat dat zo in de buitenwereld getoond wordt? En dan zou ik dus aanbevelen van ga dus op onderzoek uit. Ga regressie doen, ga terug in de tijd, ga kijken van wat is er gebeurd? En geef het dan een andere uitkomst aan. Ga dat proces in, ga het voelen, laat het toe. En vaak dan al, om het toe te laten en het echt te voelen, soms 9 van de 10 keer, is dat al voldoende om het echt los te laten. En dan komt er in de plaats voor bliss, liefde, er komen tranen, emoties, er komt blijdschap omhoog. En dan zie je ineens de volgende dag van, hey, wat me normaal triggerde, wat me irriteerde, dat is er ineens niet meer. Ja. Wow. Ja, het is zo simpel, het idee, het concept, zo binnen, zo buiten. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo gelaagd en heel complex. Maar ik vind het fijn om die simpelheid erin te houden. Ja, mooi. Het enige wat je hoeft te doen is weer telkens naar binnen gaan. Ja. Telkens afvragen, wat gebeurt er met wat mij? Wat is daar een makkelijke tool dan ook voor, Brian, om toch mee te geven, ook aan jongeren? Is dat ook een stuk meditatie bijvoorbeeld? Ja, uiteindelijk wel. Kijk, als je echt niet van mediteren houdt, ga dan gewoon wandelen in de natuur. Laat je telefoon thuis en ga gewoon observeren. Oké, dit is groen, dit is plastic, daar zit een kaars, daar staat een glas. Gewoon observeren wat er allemaal gebeurt. Want al heel veel jongens zijn natuurlijk compleet verslaafd aan de telefoon. Ja, kijk naar TikTok. Ja. Als je het opent, dan komt er zo'n schreeuwende energie in je. Maar ik zei al, verslaving, komen we daar weer op dat woord. Weet je, dat is niet per se drank, drugs, porno, gokken. Maar het zit ook in negatieve gedachten aanhouden. Vasthouden aan bepaalde patronen. Het zit in eten, suikers, koffie. Op het moment dat je iets van de buitenwereld gebruikt om iets te willen verdoven, om iets te willen wegstoppen, niet willen voelen, dan heb je te maken met verslavingsgedrag. Maar dan mag je daar dus wel eerst bewustzijn op krijgen. En een van die methoden is gewoon heel simpel zitten, ogen dicht, de rijzen en de dalen van de ademhaling blijven volgen. En wanneer je dat doet, en telkens maak je ook gedachten. Ik ben een boodschappenlijstje aan het maken. Ik hoor een hond blaffen. Maar oké, ik observeer het. Daar gebeurt iets. Terug naar de ademhaling. Oké, er gebeurt iets. Ik heb pijn in mijn voeten. Oké, pijn. Oké, check. Weer terug naar de ademhaling. Ik heb dit zo lang gedaan, ik doe het nog steeds elke dag. Gewoon stilzitten, zijn, observeren. Ik schrik daar gewoon, dat ik dan denk van oké, hoeveel jonge mensen, en ik poets mezelf ook helemaal niet weg, dat we eigenlijk inderdaad ons eigenlijk, want we hebben het over een heel gesprek over drank en over drugs, maar hoeveel mensen ook inderdaad verslaafd aan die telefoon en aan het Instagram en aan de TikTok en aan de Netflix. En continu, eigenlijk dus zeg je daarmee, continu wegblijven bij onszelf. Hoe vaak gebeurt het dan niet dat je naar ruimte inloopt en dat je ongemakkelijk voelt en dat je even je telefoon pakt? Mm-hmm.
ik betrap mezelf ook wel eens op. Ik denk, oh, hey, wat gebeurt er nu eigenlijk? Ik ben onrustig, ik vind het ongemakkelijk. Pak mijn telefoon, oké. Ja. Weg. En heel eerlijk, we leven ook wel in een maatschappij waarom het ons ook wel moeilijk wordt gemaakt. Kijk maar naar een supermarkt, wat voor troep daar ligt. In de tijd van corona, dat je niet gezond uit eten kon bijvoorbeeld, maar wel naar de drankwinkel kon. Dat soort dingen. Of loop een tankstation in. Ja, het ligt vol met suikers. McDonald's en van, veel met troep. Dus de maatschappij is er ook wel een beetje op gericht om ons verslaafd te houden. Maar als je, dat wordt interessant. Dus als je dat weer gaat terugkoppelen van oké, wat zegt dat over mij? Of wat zegt dat over ons als collectief? Dan zegt dat als, over ons als collectief wat wij allemaal te maken hebben met verslaving. Want verslaving wordt gespiegeld in de buitenwereld. Trauma wordt gespiegeld in de buitenwereld. Er wordt chaos gespiegeld in de buitenwereld. Onderdrukking. En dat wordt alleen maar allemaal in de buitenwereld gespiegeld. Omdat dat de dingen zijn die we zelf allemaal aan mogen kijken. Ja. En daarom is het dus ook gewoon echt de uitnodiging om allemaal naar binnen te gaan. Onze eigen shit aan te kijken. En dan gaat de buitenwereld laagje voor laag, stapje voor stapje, gaat het gewoon mee veranderen. Mooi, want ik voelde hem zo. Dat je, zoals we het dan ook hebben over deze tijd, over een shift, over de dingen. Maar dat ik ook steeds meer voel, ja, maar er wordt ook echt iets verwacht van, verlangd van ons. Dat we in mijn optiek kom ik steeds meer achter. We kunnen pas met z'n allen naar een mooie collectief of naar een mooie wereld, als we wel zelf die verantwoordelijkheid ook nemen. Ja. Om door die shit heen te kunnen. Voel jij dat ook zo? Of? Ja, zeker weten dat ik dat zo voel. Ja. Ja. Dus we hebben nog wel wat te doen. Ja, we hebben zeker nog wat te doen. Maar het is ook gewoon heel mooi. Weet je? Als je het samen doet. En dan is het. Ik vind het fantastisch om mijn eigen shit aan te kijken. Hoe kijk jij nu in deze tijd dan? Als vol potentieel. Ja. Kijk, ik kijk geen nieuws meer of dat soort dingen. Ik ben er echt van afgesloten. En ik merk dat de dingen in de buitenwereld gebeuren me steeds minder raken. Mm-hmm. En tijdens corona was dat echt wel anders. Ook herkenbaar. Dingen niet doorgaan. Ja, en dan word je ook eigenlijk wel een soort van uitgenodigd weer om naar binnen te gaan. En ik zie heel veel mooie dingen gebeuren in de wereld. Natuurlijk, wat zie je dan? Dat steeds meer mensen wakker worden. Dat steeds meer mensen gaan veranderen. Dat steeds meer mensen hun licht gaan pakken. Je kent de band The Wanderer wel, denk ik. Mm-hmm, die hebben dat nummer Lighthouse. Ja. Vind ik zo prachtig. Want wat dat nummer eigenlijk zegt is, dat we in het donkerte, dat er altijd een lichtje is waar we naartoe mogen. En als wij, zeg maar, voelen dat we licht in ons hebben, dan wil ik echt iedereen uitnodigen van ga gewoon je licht ownen. Ga je licht stralen. Wees die lighthouse. Want je wordt een lichtbron voor anderen. En anderen gaan naar je kijken en die denken, die zijn misschien hier nog in het donker. En die zien hier die lichtbron. Die denken, ah, dat is mooi. Daar wil ik naartoe. Daar ga ik naartoe. En als we steeds meer met z'n allen dat licht durven te zijn. En er in onze kracht gaan staan. En onze liefde tonen naar de buitenwereld. De verbindingen met elkaar aangaan. Dan kan het niet anders dat steeds meer mensen dat zien en daar meegaan. En natuurlijk gaan die mensen zelf eerst door een proces. Want vaak als ze jou ineens dit zien doen naar de licht, denk je, ja, die is gek geworden. Mm-hmm. Wat doet die? Mm-hmm. Hij past niet meer bij de groep. Hij verlaat ons. Wat gebeurt er allemaal? Het is best lastig, hè, Brian, om dan inderdaad nog wel dan inderdaad dus volledig te blijven zijn. Terwijl je hele omgeving gaat anders op je reageren. Ja, ja, want de omgeving wil je terugtrekken. Ja. Ik heb laatst van de week een artikel geschreven ook over het systeem en de matrix. Als je daaruit stapt, dan wil het systeem wil je terugtrekken. Dus mensen gaan opmerkingen maken, zien dat je verandert. Ze willen je terug hebben. Je krijgt misschien twijfels. Misschien moet ik toch maar mijn vaste baan vasthouden. Misschien moet ik toch maar weer terug naar die ex. Maar ik zie dat allemaal als uitnodigingen om weer naar jezelf te gaan. En juist in je kracht en in je licht te blijven staan. En telkens als je merkt dat je teruggetrokken wordt, dat het weer pijn doet, weer naar binnen gaan en kijken wat doet dat met mij. Misschien moet je dat 10 keer doen. Misschien moet je dat 100 keer doen. Misschien moet je dat 1 keer doen. Maar uiteindelijk ga je merken dat het systeem niet zoveel invloed meer op je heeft. En dat je daar steeds losser van wordt. Ja, maar dan zeggen waardoor je er steeds vrijer wordt. Ja. Mooi. Maar wat ben je nu allemaal aan het doen? Heel veel. Op dit moment ben ik aan het focussen echt op online trainingen. Mm-hmm. Ik heb heel veel en heel lang losse 1-op-1 sessies gegeven. Daar ben ik nu vanaf ontstappen.
moet zeggen, ben ik van afgestapt. Maar het is aan het afronden, omdat ik me echt wil focussen op groepswerk. Inspireren, lezingen, podcasts, interviews, creëren, content maken, retretes, workshops, events organiseren. Ja, dat meer grotere mensen, een ritje groter bereik hebben. Zorgen dat mensen groter kunnen worden. Dat vind ik echt fantastisch. Ga je ook langs scholen? Dat kan me ook, ja? Ja. Het is ook mooi dat je dit echt ook echt deze boodschap hebt vertellen aan jongeren. Ja, ik had VMBO-leerlingen van 15 jaar. En ze zijn geweldig. Die zeggen gewoon wat ze denken. Ja. En dan ga ik niet het hele verhaal over spiritualiteit en diepgang en Christusbewustzijn aan. Mm-hmm. Dan haak ik ze af. Maar ik vertel wel mijn verhaal. En dan zit Krijg je ze mee? Ja. 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 Ja, omdat ik gewoon... Dan vertel ik het niet zoals nu, zeg maar, bij jou. Maar dan heb ik gewoon een rode draad waarin ik alle intense processen afga. En dan kan ik ze gefocust houden. Wat zie je bij ze gebeuren als je zegt inderdaad... Mondjes die openvallen en ze vallen stil, ze luisteren. En ze zien ook echt wel van, oké, dit is wel echt heftig. En ik zie dat er zaadjes geplant worden. Ja. Dat vind ik wel heel tof. Mooi. Soms ook een verkeerd zaadje, want ik vertelde iets over de anabole die ik had gebruikt. En dan kwam een gast naar me toe van, ja, hoe is dat dan? En kan ik dat ook ergens kopen? Oh, nee, dat was niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Nee, niet te ver. Je, toch ook nog even over jouw werk, wat je nu doet. Want je werkt met de drie kernwoorden. Ja. Kun je iets over vertellen? Mm-hmm. Ik ben erachter gekomen dat alles wat ik doe... Of het nou workshops zijn, retreats, 1-op-1 sessies, mijn eigen proces aangaan. Dat het allemaal heeft met bewustwording, met transformatie en met manifestatie te maken heeft. Waarom? Als je wil veranderen, heb je bewustwording nodig. Dat kan ook onbewust gaan. Maar je ziet iets in je huidige leven wat je wil veranderen. Het doet pijn, maar dan heb je er al bewustwording op dat het pijn doet. Mm-hmm. En dan is de vraag, oké, wat wil ik dan? Dus je gaat een beeld voor je schetsen van, oké, nou, ik ben... Nu, even om een voorbeeld te geven, ik zit in een vaste baan en ik wil ondernemer worden. Maar die vaste baan doet pijn, maar ik wil wel richting die ondernemer gaan. Het ondernemerschap gaan, ik wil dat manifesteren. En om daar te komen, mag je van A naar B, mag je een transformatieproces maken. Dus je moet iets transformeren voordat het nieuwe gemanifesteerd kan worden. Ja. Maar als jij een wens hebt om iets te manifesteren... is ook weer bewustzijn voor nodig. En dan weet je van, oké, ik moet iets transformeren om tot het nieuwe te komen. Mm-hmm. Dus zo zie ik dat die drie altijd hand in hand met elkaar gaan. Ja, want eigenlijk zeg je ook, je kan pas iets manifesteren, wat je echt wil. Maar dan moet je ook al bijvoorbeeld die persoon voor willen zijn. Dus waardoor je eerst nog door een aantal lagen heen... Ja, zeker weten. Ja, precies. Ja, en dat, die drie pijlers, die voeg ik echt steeds meer toe in al het werk wat ik doe. In de trainingen, in de workshops, de retreats. Ja, gaaf man. En je hebt dus nu een training? Training meesterschap in verandering. Kun je iets over vertellen wat je daarmee doet? Ja, ik heb alle methoden erin gezet die mij hebben geholpen om tot een proces van continue verandering te komen. Want groei... blijft. We willen blijven groeien. We zijn dat universum. En het universum wil blijven groeien. Dat wil blijven expanderen. Dus wij ook. En ik vind het heel belangrijk om ook structuur aan te passen. Of toe te voegen. Het is ook nodig. Dus wat ik heb gedaan. Ik ben gewoon gaan beginnen met oké, een nulmeting. Vervolgens ga ik kennis maken met de verschillende meditatiemethoden. Met journaling, affirmatie. En dan gaat steeds dieper het proces. En op een gegeven moment krijg je... teachings over transformatieprotocollen, EFT, innerlijk kindwerk, regressie en reïncarnatietherapie. En het eindigt uiteindelijk met het laatste hoofdstuk waar ik voor mijn gevoel nu in zit en nog steeds mee bezig ben. Mm-hmm. En dat is leven vanuit overgave. Dus het neemt je echt een transformatieproces. Dan neemt het je mee de diepte in. En het mooie is dat je die training echt voor alles kan gebruiken. Als jij een nieuwe baan wil, als jij je ongelukkig voelt, je wil een nieuwe vriend of vriendin, je wil heel veel geld manifesteren. Het maakt niet zoveel uit, want de methode, alles wat erin zit, zijn er 21, die helpen erbij om tot verandering te komen. En daarom is het ook zo mooi dat je dat voor alles kan blijven gebruiken. Mooi. Ja. Waarom is het zo belangrijk om te leven uit overgave? Vanuit overgave? Ja, dan ga ik even de koppeling maken met manifestatie. Mm-hmm. Ik heb heel veel gemanifesteerd is vanuit ego. Ik dacht, dit wil Brian. Ja. Brian wil een volle praktijk. En dat manifesteerde ik allemaal. Want dan had ik een volle praktijk.
En toen kreeg ik het doodsbenauwd van. Denk shit, dat is er ook niet. Maar wat moet ik dan doen? En op een gegeven moment dacht ik, wat als het niet meer om Brian gaat? Maar wat als ik me ga focussen op hetgeen wat door Brian heen gemanifesteerd wil worden? Niet wat wil Brian manifesteren. Maar wat wil het leven van wat mij? Wat wil het leven van mij? En ja, toen gingen er echt heel veel processen ineens in stroomversnelling. Omdat ik die vraag mezelf durfde te stellen. En natuurlijk is dat zo dat je daarna weer terugvalt in ego. En dat je wil vasthouden. En dan kom je ook weer allemaal dingen in tegen. Maar door die vraag telkens jezelf te stellen. Wat wil het leven van mij? Wat wil mijn ziel? Wat zijn de wensen en de verlangens van mijn ziel? Dan gebeuren er zoveel magische dingen. De trajecten. Ik doe een aantal mystery school trajecten met mensen. En daar is het enige wat ik doe, de cliënt afstemmen op de zielenergie. Op de wensen en de verlangens van de ziel. Want als jij tegenover mij zit, zit je daar als Tim. Maar jij hebt een hogere zelf, jij hebt een ziel. En ik ga ervan uit, wanneer jij bij mij een sessie doet, dat jouw ziel, die het overzicht heeft en alles al weet, al lang weet wat we in die sessie gaan doen. Dat kan ik met mijn beperkte mindset kan ik dat niet bedenken. Dus het enige wat ik dan hoef te doen, is overgeven aan het moment en aan jouw energie. En dat volg ik. Ik volg gewoon die energie, wat daar dan mag ontstaan. En dan zie ik dat de mensen gewoon uit zichzelf al die processen ingaan. Omdat ik zo'n vertrouwen heb van, jij zit tegenover mij en we gaan hetgene aankijken wat je nu aan mag kijken. Ja. Magisch, Brian. Ja, dat is echt prachtig. Hey, en wat gek ook van die training. En ik kan me heel goed voorstellen dat de kijkers thuis daar ook geïnteresseerd in zijn. En we mogen een korting weggeven. Dus als je geïnteresseerd bent in de training van Brian, check dan even de link in de bio. Ja, Brian, wat een transformatie, man. Dank je. Ja. Ongelooflijk. Ik denk en ja, wat verwacht je? Wat is je missie? Ja, ik denk dat er ook wel nog wel even mooie credits ook naar Robert mogen. Ja. Want Robert heeft echt, het is ook een van mijn grootste spiegels geweest. Maar hij heeft zoveel voor me betekend. En hij steunt me zo onwijs in alles wat ik doe. En door hem ben ik echt in aanraking gekomen met het transformatieproces. En hij vroeg of ik zijn PA wilde worden en zijn leerling wilde worden. En ja, het is fantastisch wat ik van die mannen allemaal heb mogen leren. En dat ik dat nu lekker in een sausje van brein en ziel mag doen, is alleen maar mooi, hè? Dus wat is mijn missie? Ja, licht verspreiden. Mm-hmm. Puur licht verspreiden. En gewoon coming out en dat licht durven te zijn. En die Christusenergie te durven belichamen. En echt laten zien van oké, we zijn hier om de hemel op aarde te creëren. Zo voelt het echt voor mij. Ja, want die hemel op aarde, die is er echt al lang. Want die zit van binnen. Dus je kan hem ook weer, net zoals die heilige graal, je kan alles in de buitenwereld gaan zoeken. Maar het zit echt bij ons van binnen. En wanneer je dat plekje in jezelf kan vinden, die hemel op aarde, dat kan voor iedereen anders zijn, dan ziet de wereld er ook zo uit. Ja, en dat is mijn missie om mensen daarin te laten thuiskomen. Mooi, Brian. Keep going. Yes. Ontzettend bedankt voor het hele fijne, bijzondere gesprek. Ik weet zeker dat we heel veel mensen geïnspireerd hebben met jouw mooie verhaal. Dus, dat was de intentie. Dank je wel daarvoor, man. Thanks. En jij ontzettend bedankt voor het kijken en het luisteren naar Vibestalk. Dus als je geïnteresseerd bent in de training van Brian, we mogen een leuke korting weggeven. Dus check even de link hieronder deze video. En dan zie ik jou snel weer bij een nieuwe Vibestalk. Bye bye.